Stoomvaste. Stoomvaste Radio. Voor u. Voor jou. Voor ons allemaal. Fascinating beauty of a lost nature you've never met before. A jungle excursion with native guides, traveling by dugouts to waterfalls, moving from the bustle of modern urban life, bird watching and the greatest fun to enjoy. Suriname, come on and join me on the trip of a lifetime. The people of Suriname, with their hospitality, proudly welcome you all. Join me. Of the jungle, breathtaking rivers and the natural rapids, be introduced to traditional cultures. Overnight camping, so exciting. Waking up early by singing birds, bathing in nature, relaxed and refreshing. Fishing in rivers are great talents, as you heard. All this joy we have in Suriname, come on and join me on the trip of a lifetime. The people of Suriname, with their hospitality, proudly welcome you all. Join me. All this joy we have in Suriname, come on and join me of a lifetime. The people of Suriname, with their hospitality, proudly welcome you all. Join me. Ja, een hele goede middag aan alle standvaste luisteraars. Mensen, mijn naam is Sien en ik ga een beetje bezig houden en bijpraten tot een, ik weet niet tot hoe later, maar we zien wel waar het schip strandt. Het is vandaag zondag. Zondag 24 maart 2024. Een hele winderige dag in Rotterdam. Aan mijn waai. En ja, het regent een beetje. Ondanks dat de 21ste lente begonnen is. Dan ja, je gaat ervan uit dat het mooi weer moet zijn. Maar het is niet het geval. Maar ja, we zijn in Rotterdam. Dus we moeten het daarmee doen. Ja mensen, kijk, we zijn terug en ja, we zitten in een hele mooie, geweldige studio, moet ik u zeggen. En ja, laat mij de directie van Stoomvast gelijk feliciteren hiermee hoor. Want ja, die mensen hebben hun uiterste best gedaan om het prachtig voor ons te maken. En er valt... geen spel tussen te krijgen hoor, want ze hebben hun uiterste best gedaan en het is een heel mooi resultaat geworden. Dus ja, onze dank. Uiteindelijk doen ze het voor ons natuurlijk en voor de luisteraars. Ja. We zijn van alle gemakken voorzien in die studio, dus ja, dat werkt heel prettig natuurlijk. Hè. Maar het is zondag, mensen. Zondag, dan gaan we een beetje roddelen over Suriname. En ja, ja, waar moet je beginnen? Waar moet je beginnen? Met name, ja, het is... er gebeurt zoveel in Suriname. En ja, je vraagt je af, tak jong. Eigenlijk... Hoe moet je het zeggen? Ja, het is vervelend hoor. Weet je, omdat als je kijkt de afgelopen
weken en dagen heeft dat de berichtgeving in Suriname zich meer en meer geconcentreerd om twee dingen. Met name dat ding van Panem en ja, de rechtszaak die in Nederland is gehouden. Ja, wat moet je daarover zeggen, mensen? Laten wij ons... Isabi, hoe begin pas bakatide? Dus ja, we waren niet in staat om een reactie te geven over de gebeurtenissen. En onze visie erop, weet u. Dus ja, dit is een beetje mosterd naar de maaltijd, maar... Ondanks dat, dan vind ik het toch om te zien over, weet u. Want ja, het is een beetje een eigen leven gaan leiden. En ik denk, dan schrik je rot, ja, dat een man als Oostburg, mensen, zo laaggeletterd, ongeschoold figuur, een heel land in zijn griep kan houden en met allerlei leugels naar voren komt en ja, ermee weg kan, is een hele kwalijke zaak. En dat laat zien die kwaliteit, ja, waarover we beschikken, de kwaliteit. En dat is heel, heel treurig, Isabi, want ja, gewoonlijk gaan we ervan uit, ja, iemand die lager opgeleid is dan jouzelf, dan moet je toch daardoor heen kunnen prikken, mensen. En ja, blijkbaar is het ons niet gelukt. Dat is hetzelfde met dat geval van die boek, Isabi, van Gerard van den Berg. Weet je, dat we enorme steken hebben laten vallen. En ja, over deze twee items wil ik een beetje toch gaan uitweiden vandaag, Isabi. Voor velen is het een afgedane zaak. En Isabi fa uno de toch, mensen. In Suriname zitten we met dat ding van die sentiment. Kijk, een sentiment die nodig heeft jouw man. En hij ziet een paar pluspunten. En hij zegt, ja, dan is die man per definitie een VHP'er. En ja, al dat soort nonsens. En hij zegt, dat iemand, wij in Suriname weigeren om in de... hoe moet je het zeggen, mensen? De wereld te leven, de realistische wereld, Isabi. Want no, dan is het niet dat, ja, om... Santoki Mugwe. Ja, Santoki Mugwe, je taas er dan of je poren. Weet je, maar het kan niet zo zijn dat een figuur als Oostburg, ja, ons komt uitleggen hoe zaken in elkaar zitten, Isabi. En ja, dan kunnen ze met recht ons verwijzen dat jongens er namen leseren. Weet je, Ulobasani, dat er voorgekoud wordt aan ons. En dat we dat ook slikken nog erbij. En erin trappen. En ja, ik denk dat vele Surinamers na mijn uiteenzetting een hele andere kijk op zaken gaat hebben. Want ja, if you could have like new surfing, fijn, leg maar ze namen uit. Ja, maar ja, je bent gewoon bedonderd en belazerd waar je bij staat. Belfort heeft het mooi aan jou verkocht. En die Bayer, hè. I buying en in jamme dringen en dan heeft hij de jotan briebeen en nonsens. Ja, nieuw surfen is, hoe heet het, fraude, ja, corruptie, al dat en dat. Ja, ik kan je niet helpen hoor, dat Assange daar, Isabi, in de koeptje zo morgen of niet, nee, begrijp ze niet. Ja, je krijgt iets van dingen, Blauw Meer. Nooit iets van Blauw Meer afgeweten. Maar ja, is fraude, corruptie. Isabi, go look at you. Go wijde uit, go onderzoek voor si taki. Je krijgt dat ding, verandering van statuten, staatsolie. Ja, daar zit je ook weer met zoiets, weet je. En ja, wat moet je doen, mensen? Je kan twee dingen doen, negeren. Maar weet je wat het vervelende is? De man die zei bribi in een soort windy predisie. Dat ja, surfen, ja, corruptie, fraude. Blauw Meer, corruptie, fraude. Statuten, weet je. Wanneer je goed gaat kijken en dingen gaat analyseren, dan zie je dat je bedonderd en belasterd wordt waar je bij staat. En dan ga je op die gronden, jongens, doen, alle soort zaken, dan krijg je situaties als Haiti. En dan moet je niemand de schuld geven naar jezelf, maar naar jou. We moeten foute beslissingen en foute besluiten op zaken waar je totaal geen weet van hebt.
En je lombagasma. Dacht, ja, maar man, ze moest sabi. Ah, maar dat is niet. Weet je, je moet dingen niet voor, met een korreltje zout nemen. Dus we zitten met een hoop dingen opgeschreven dat we ons hebben aangepraat. En laat mij eerlijk wezen. Mijn ook wel als mijn collega uitgeren. Dacht, ja, maar je hebt het een beetje verkeerd gezien. Want ja, volgens mij klopt het niet wat er hier zo gezegd wordt. Maar Isabi, er is zo'n paniek uitgebroken in Suriname, met name Taki Senamang, ja, Ebruya, al wat er gebeurt nu, een regering die moest gue. En ik blijf je zeggen, Jeta Senang, if je vindt dat een regering moet dan, daitang, if je vindt dat de man moet gue, dat is mij gue. Want jij bepaalt, jij gaat over je eigen toekomst. Ja? Ik zou zeggen, ga ervoor. Wij kijken nuchter naar zaken. Als de man doet een fout, Sani, weet ik fout erover. We gaan het niet goed praten. Maar als de man doet een boom, Sani, dat van hang. Dan ga doen, wakabakken, al die dommerikken. Weet je, dat sentiment, dat, ja, maar ja, je moet dingen niet goed komen praten. Ja, maar wat goed gepraat moet worden, moet goed gepraat worden. Dus je moet niet bij ons wezen met dat soort onzin. Tee doet boom, wat tak boom voor je. Tee doet takker, wat tak ook takker voor je. Als je nog weet dat je vindt dat nee, maar die bij de boom, zoals het takker, we focussen niet op de man die kan gaan of zo, dat ik denk, ja, dat is jouw zaak. Zo mag je in het leven staan. Uno nee, doe dat. Ja. Dat denk van die PNM mensen. Kijk nou, ik schaar het onder dat al deze zaken van nu surfen, blauw meer, naar de zand, dat die, weet je, ik schaar het daaronder. Ja, aan een kang. En daar zie je hoe wij Surinamers zijn ingesteld. Hè? Hoe moeilijk het is. En dan teken je op ja, zo dan. Itak de zand is in de man die denkt dat weer. Want ja, dat is vraag om problemen. Weet je, vraag om problemen in welke zin. Ja, moet je luisteren, kijk nou. Van zo'n man kan collega's zo'n nonsens uit en die bribi. Dat is de grote vraag. Weet je, biggie fraude, alles wat ze niet. Ja, ja. Wat moet je daarmee, mensen? Cool, laten we eerlijk wezen, Isabi. Ik kan daar geen ja, touw aan vastknopen, hoor. Kom je tegen je eerlijk, Isabi, want het is heel moeilijk te snappen dat we vandaag zo diep gezonken zijn. Dijon Trawang, we arkinasma, die totaal geen weet hebben van zaken, maar we arkin de man. Maar ik pets ga je dien. Ja, maar ik leg alle soorten zijn niet uit. En je jongen, nou, mijn grap. Maar mijn arkie. Nou, hoe kon ik iets over? Voor zo bij want er aan Bordeaux. De man ook al leg je uit van kondre. Moet draaien naar een vijfje kondre naar een zeepsa. Isabi. Ja. Zo heb je meer van die figuren. Dat dodo. Van de man die sneeuw. Je wordt ermee doodgeslagen tegenwoordig, dat ik de mijn kotegi van onzin. En ja, dan moet je dat voor waar aannemen. Ik ben daar niet voor te porren, mensen. Nou, ik ga op eigen onderzoek uit en mijn commissaris Nisrefi, Fos Miwan Kong Taki, over Wansani, Isabi. Dus ik ga me een beetje focussen op dat ding van Penem. En dan gaan we kijken of deze man een leugenaar is, een oplichter, Marcel Oostburg. Samen met die Sampi hoor, want eigenlijk moet je kijken naar de hoofdrolspelers. Er zijn twee mensen die beweren en die naar buiten zijn gekomen. Dat ja, we hebben harde bewijzen, al dat soort dingen. Nou, laten we een beetje nader op gaan inzoomen en laten we gaan kijken. Je weet wat er gaat gebeuren toch, met dit soort dingen. Vele mensen gaan jou, we hebben al onze beeld bepaald en ja, in hem kon veranderen, Sani. Dit is de waarheid, de enige waarheid en niets anders dan de waarheid. Ik wens je veel geluk, want wij zijn niet zo ingesteld, mensen. Theoloko Penem, dan moet je teruggaan. Je moet teruggaan, waarna moet je teruggaan? Je moet helemaal teruggaan naar een verkiezingsbelofte. Want man kon, dan man met een verkiezingsbelofte, die ze namen. Taki Jereno, Surinamers, Mikong en Modua Sandis Giyu. Ja? Samau Dugi Uno. Even kijken hoor mensen, want Isabi, ik moet nog wennen aan alle nieuwigheden in die studio. En Isabi, mama Uru voor de toch. Oké. Ja, dus
We moeten teruggaan naar een verkiezingsbelofte van een president. En Isabi den konwa onder uno. De newana sandisi toch, want de tapapasigigba. Weet je, dat ja, maar ja. Na zijn oorplaat weer jere, weet je. Alles naar vorige regering voor. Ja, nou. Regeringen, wie is de kondenkwe? Het is continuïteit van beleid. Ik vind het sabasan dat die minuman jepi, demgo jepi schreefi. Maar een verkiezingsbelofte die destijds werd gedaan, dan ga maar luisteren. Wat wij zeggen, dat doen wij. En ik kan nodig in uit. Dus op 25 maart en 30 maart aanstaande gaan wij die fabriek, die huizenboot, openen. Een fabriek zijn met Osso Klari. Aan de toffie, oh Mickey, aan de toffie. Na Osso! Ja, dit was een verkiezingsbelofte, mensen, die deze meneer gemaakt had. En ja, oké, hij mag dat doen, Isabi. Osso, want Penem heeft te maken met huizenbouw. Ja, nou, ook is dat probleem. Je hebt een verkiezingsbelofte gemaakt en ja, iedereen gaat op je springen. Daarom moet je om te zeggen, hé, om mij ook zo'n bouw, jongen, Isabi. Ja, ik kan het wel doen, maar of je nou bouw, je nou maakt niks. Ja, dan gaan mensen jou daarop aanspreken. Dus als je op een podium begint te zijn, dan hebben we een probleem voor mensen, Isabi. Vooral wat betreft grondzaken in Suriname. Mensen, nou maakt grap naar dat die. Want grondzaak in Suriname is een hele moeilijke issue, mensen. Ik kan het zeggen wanneer, Isabi. Het gaat je niet in je koude kleren zitten. We weten dat we zijn laatst geconfronteerd met het geval van een, inspecteur, waarbij die naam van Jogi meerdere malen is geroepen. En ja, ik weet niet of die jonge man nog steeds in de gevangenis zit of wat. Maar dat zijn zaken waarmee we geconfronteerd werden. En dan weet je dat grond een van... Kijk, omdat de Suriname niet produceert en niks kan doen, Isabi, zit je met dat probleem, dacht, ja, dan is de enige mogelijkheid dat die van grond... om met grond te speculeren en ja, huizenbouw, snap je? En ik vraag me af hoor, Isabi, want don't go with the flow, hè. Dat mensen zeggen en beweren dat er sprake is van woningnood. Want als je ziet hoeveel huizen er uit de grond gestampt worden, jongen, je schrik je rot hoor. Maar er is geen einde in zich. Weet je mensen, het is heel moeilijk dit. Isabi, dus Penem, we hebben een belofte gedaan aan de bevolking. Er is een huizenfabriek, we hebben het opgezet. En Osano Toffi, oh Mickey, maar Osso, weet je. Ik ga je meenemen en zo gaan we een reis maken. Door dat hele gebeuren van Penem, om te weten wat er speelt. Ja. En nog vergeet ik heb gezegd dat die Marcel Oostburg, deze man, en Sampi, Omloeken en Fini, want dat zijn de mensen die naar voren zijn gekomen en deze schandaal naar buiten hebben gebracht. Maar, je sabi toch mensen, wij kijken ook naar de personen, weet je. En ja, die Marcel Oostburg stond bekend als een grondrover voorheen, hè? Weet je. We gaan er straks op terugkomen. Maar kijk naar dat probleem wat er zich afspeelt met betrekking tot huizenbouw, gronden, nou, alles dat is aan dat, ja. We gaan luisteren. Deze stem moet je herkennen. Ga maar luisteren. En ik heb ook in mijn eerder betoog aangegeven dat de tarieven uiteindelijk door discussies tot stand zal komen. Dus ik wil graag met iedereen daarover discussiëren. Maar voorzitter... Als iemand, en ik vraag uw aandacht hiervoor, als iemand
lid Sapoen Raymond via u voorzitter, 500 hectare grond heeft. Weet u hoeveel kapitaal dat is? U bent een multimiljonair. 500 hectare grond. Als u... Ja, u bent een multimiljonair. Pas geadverteerd, bijna 3 miljoen, 400 hectare. Ja. Okay. Euro. Oké. Even. 500 hectare. En u niet in staat bent. Het tarief dat is voorgesteld. En misschien moet het inderdaad met 50% minder. Als u niet in staat bent dat tarief te betalen, moet u 450 van die hectare teruggeven aan de Landi. Dan moet u 450 hectare, want dan speculeert u met de grond. Want iemand die 500 hectare heeft, dat zoveel geld vertegenwoordigt. En wanneer u inderdaad die grond hebt voor productiedoeleinden, en u produceert, voorzitter, dan ga u zeggen, een reismagnaat heeft voor mij uitgerekend hoeveel geld er wordt gemaakt in de reissector per hectare, voorzitter. Ik ga u zeggen dat die mensen geen problemen hebben om dat voorgesteld tarief te betalen. Omdat die mij kan gewoon niet. Maar wanneer u inderdaad niets doet op de grond, u doet niets. U heeft één appelboom op de grond staan, ja, u doet niets, u speculeert en u zit te wachten op het moment dat een koper komt om te verkopen, dan begrijp ik ja dat u die 10.000 SRD uiteindelijk of wil het wordt wanneer we dat die 500 hectare maal zoveel 100 berekenen, dat een probleem gaat zijn voor u om te betalen. Dan stel ik dan voor, en ik vraag de regering aandacht hiervoor, dat die grond terug wordt gegeven. Omdat, beste mensen, grond is een van de productiefactoren. Suriname is een van de weinige, zo niet het enige land op de wereld waar u boven vliegt en u ziet dat een groot deel van dat land gewoon braak ligt. No one sando dit op haar grond. Suriname is 4 à 5 maal groter dan Nederland. Iedereen die hier naar Nederland is geweest, wanneer u rondrijdt, dat is geestelijk tatabigimorosrana. Zei die. Men heeft dat heel grondoppervlak in cultuur gebracht en ontsloten met wegen. Waardoor het lijkt alsof dat land groter is, terwijl Suriname 5, 6 maal groter is dan hier. En ik zeg, wees er niet hetzelfde als Nederland. Wabu fosfowelibidja, wabu eigen cultuur. In dit land vinden wij dat mensen een extra stuk grond moeten hebben bij de Kampotwan Forukoi of Pranwang Saba. Ja, akkoord. No problem with that. Daarom zeg ik ook, ik ben niet zonder meer te vinden voor mensen die zeggen, we moeten over de totale linie gaan naar stapelwoningen. Ik zeg, we zijn een ander soort land. Misschien heeft Frans-Guyana dat, de bâtiment, Eurokogi Frans-Guyana, het kan. Wij zijn een ander land. Wij vinden mensen moeten een stuk land hebben, kinderen moeten buiten kunnen spelen. Akkoord, no problem with that. Maar wat wij doen met de grond, beste mensen, aan alle kanten, het kan niet, beste mensen. We speculeren met de grond, grote lappen grond, die voor productie ingezet kunnen worden, zijn gewoon braak, er wordt niets op gedaan. En zoals gezegd, in vele van die gebieden moet die overheid die infrastructuur die daar loopt wel onderhouden. Dus land die moet spij ook of dat die. Meer nog, voorzitter. En ik vraag de minister van RGB aandacht. Ik kom ertussen, mensen. Kijk wat hij zegt. Dus infrastructuur, land die moet pijven. Want daar gaat het om, toch? Het gaat erom dat hier die meneer Sorab Khan van Penem heeft op zich genomen woningbouw met Bawaoso, maar je met Kastrati. Jumu kom ik Kastrati. Weet je, en ja, de asfaltering. En mensen, kijk nou, voor die asfaltering. Fawaka, yo diki wan tu gotro, meka watragwe, of yo meke gelijk wan lees boom ipot kokro, ja, dan komt dat op het bordje van Landi. Ja, en ja, hier en even also na waterleiding, vadan. Weet je, en ja, even also na licht, vadan. Ja, en ja, je moet je behoefte ergens doen in Gawi, zie je toch? Die doe je behoefte dan, ja. Je op haar krank, takkie jongen. Die moet doorgespoeld worden. Dus ja, je hebt water toevoer nodig. Maar je hebt ook water afvoer nodig. Van je mega water stroomwe in Agotro of via een rio. Dat zijn zaken die hij ankert. Takkie ja, landiem kom ik dus aan dat die. Hiervoor. Mensen die grond krijgen. U krijgt grond voor tuinbouw. 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar.
U heeft niet één sinaasappelboom geplant. Niet één peperboom. Dan gaat u verkavelen en verkopen. Ik vind dat de overheid die gronden moet intrekken. Want u voldoet niet meer aan de bestemming waarvoor u de grond heeft gebruikt. En mensen die zeggen, Lukuno, we zijn in een land, politiek heeft dat ding op een gegeven moment besloten, laten we de lijn niet zo strak trekken. Ik kan me iets daarbij voorstellen. Maar ik wil ook dat de mensen komen op mijn helft om te zeggen, maar op die manier speculeren kan niet. Voorzitter, ik ben onlangs gegaan naar Santo Boma, zoals gezegd. Santo Boma heeft grond gekregen in de tijd om aan landbouw te doen, zodat de mensen daar zelf voorzienend kunnen zijn. Ik dacht een grond van 2 hectare. Wat werd mij verteld? Een bepaalde constellatie die aan de macht is, voorzitter, geweest, heeft daar de grond genomen van de penitentiaire inrichting. Gewoon de matikadrong. Het kan niet, beste mensen. En wat doet men met de grond? Men speculeert met de grond. Ja? Dus ik zeg, mensen die gewoon rustig produceren, kunnen wel betalen. En als we inderdaad naar de helft moeten gaan, dan zullen we uit die discussie dat halen. Voorzitter, de mensen die, en daarom heb ik in mijn betoog geen namen willen noemen van deze of gene. Maar wanneer hier met voorbeelden komt van die en dat. Ik ga u zeggen, er is een min... Ja, mensen, you get the picture, hè? Ja, waar het om gaat. Dus ja, grondzaken in Suriname, ja, een moeilijk vader, weet je. Zolang uno kinkje u mindshift, gaat dit hem niet worden. Maar, je sabi, verkiezingsbelofte. En wij hebben gezegd, van moet je luisteren, om ik een osso fabriek. En een osso fabriek, een toffie, om Mickey. Na osso, ja. Nou, regering gue, want de regering komt. En dan zei je, si ipsa, ja, nog steeds woningnood. Is toch erg, mensen, weet je. Dus ik zeg, ja, ik focus op dat stukje waarbij er gezegd en gesteld wordt, takie, moet je luisteren, kijk nou, wij moeten de infrastructuur, want kijk, dat punt dat Sampi en die Oostburg naar voren brengen, is dat ze zich richten op dat bedrag dat betaald is voor infrastructuur. Ja, die man Sorop kan is vreselijk slim. En ja, moet je luisteren, kijk, nou, Boutersen moest zijn verkiezingsdingen waarmaken. Dus ja, hij gaat altijd toegeven. Want kijk, ik heb het ook in een vorige programma gezegd. Hè. Een verkavelaar, inclusief wegen, weet je, inclusief afwateringssysteem, afwatering, riolering, in een actie Gotro, want ja, dat zijn open bronnen voor ziektes, dus dat moeten we niet hebben. Hij moet gewoon op het eerst kokro, duiker, bagatief dat hij, maar asfaltering. Ja, dan moet hij dat gewoon doorbreken in de huisverkoopprijs. Dat is normaal. Maar een regering is dan een verkiezingsbelofte. Dus ja, ze gaan toegeven al deze dingen. Hoe heet het? Ondernemers, private ondernemers. Ja. Dat die Misikaba erigeert zodanig. Ja. Ik weet niet of je hem op één lijn kan zetten samen met Sampi en Oostburg. Maar ik wil toch weten of Boutersen destijds heeft bevestigd dat hij die infrastructuur wil aanleggen voor die meneer Sorab kan. Weet je, we gaan luisteren naar deze meneer. Ten behoeve van de douane. Rode voorzitter. Naast het bouwen aan woningen is de regering ook bezig de reeds toegewezen gronden die nog ontoegankelijk zijn te ontsluiten. Dat is een heel belangrijk aspect. Naast het bouwen van woningen, ondersteuning van particulieren, is de regering ook bezig terreinen te ontsluiten. Hiernaast is de regering bezig gronden ten behoeve van de woningbouw bouwrijp te maken, zodat
ook heel binnenkort gronden aan woningzoekenden die niet in staat zijn zelf te bouwen, ter beschikking kunnen worden gesteld. Bij de uitvoering van alle voornoemde projecten, mevrouw de voorzitter, worden, zoals eerder vermeld, zoveel mogelijk Surinaamse ondernemers betrokken. Van architectenbureaus, bouwaannemers, eigenaren van zwaar materieel, ga zo maar door. De regering zet het beleid voort en gaat ook onverkort door met het ontsluiten van gebieden die nog niet aangesloten zijn op het elektriciteits- en waternet. Ook het bestraten, het asfalteren en het ontwateren, zowel in de stad als in de verafgelegen gebieden, worden intensief voortgezet. Ja, dus eigenlijk, no big deal. Als deze man zegt, ja, ontwatering, ontsluiting, alles aan in, asfaltering, we doen. Weet je, ja, moet je luisteren, die ondernemer heeft een voordeeltje. Maar ja, dan hoeft hij het niet te doen. Ja, toch? Weet je, mensen, dus ja, kijk, dan moet je ervan uitgaan, takeren, kijk. Als dan zei, man, die zei, kot, tegi, uno, weet je, over fraude. Wanneer dit regeringsbeleid is en er komt een andere regering aanzetten, dan kan het niet anders toch, mensen, dat die, hier, you know, omdat zij dat hebben toegezegd aan ons, dan kunnen we erop vertrouwen dat deze regering ook diezelfde weg gaat vervolgen. Ja. Mensen, multitasken, maar dat is zo weer. Oké, okay. Ja, dus is heel moeilijk dit ding. Weet je, maar ja, dit ding wordt als fraude gezien. Gewoon fraude. Niet van je draaiing. Snap je? Terwijl, ja, is er regeringsbeleid. En ja, je sabi, te je nog kon, te je nog een lukoe schreef, of hij klopt aan de man die zei, takkie, heb je een vreselijk probleem voor jezelf hoor. Want ja, dan deed jij, en ik wil een box gewoon. En dan, suma ook iets mankeri, nou joh, want je wil een ding. Ja. Ik moet je eerlijk zeggen, het is heel storend dit ding, wanneer mensen doelbewust je op de verkeerde been zet. Want ik moet hier ook bekend, ik over het aan niet, maar ja. Je moet weer terugkeren om dit ding te komen uitleggen, dat ja, maar ja. Na Samsan Likie, New Surfing, HPSG, zelfde rommel dat deze Surinamers doen. Ik kon tjai edik wif golegi uit, dat ja, maar het is fraude of wat. Het zal wel hoor, Isabé. Maar nog een stukje Misikaba, want ik wil dat je iets gaat beluisteren. Je weet toch, Santok is kampioen in het veranderen van bestemmingsplannen. Ja? Ik had in het afgelopen programma laten beluisteren, vooral die meneer Kalop Deusing van Combi Mark. Daar, het zijn deze grote jongens die dan verkavelen. Ineens je op de voorgrond, maar zo verdienen ze hun geld, hè? Weet je, we gaan nog een stukje luisteren van Misikaba. Voorzitter, in het rijtje van inkomstenverhogende maatregelen mis ik de verhoging van grondhuurtarieven. Het gevoel bekruipt mij dat de politieke wil ontbreekt om deze zaak van de grond te tillen. De tarieven die te maken hebben met de huur van gronden van de staat zijn al heel lang achterhaald. De staat verdient nauwelijks nog aan de huur van gronden. U kunt een willekeurige bereidsverklaring nemen en achter op de pagina dan zult u zien dat voor de diensten die de staat levert men 0,85 SRD en 0,15 SRD betaalt. En de enige kosten waarvan je kan zeggen, oké, dat lijkt op iets, is wat je betaalt bij de Centrale Bank van Suriname. Het is in de orde van 200 SRD. De tarieven zijn al heel lang achterhaald.
Terwijl aan de andere kant grondspeculanten die vaak politici zijn of directe banden hebben met de politiek enorm veel geld verdienen met gronden die zij in huur hebben gehad van de staat. De staat schreeuwt om financiële middelen, maar laat grondspeculanten hun gang gaan. Dit is voor mij onbegrijpelijk, maar ook onacceptabel, voorzitter. Ik vraag daarom via u aan de president om zijn licht helder hierover te laten schijnen. Dan heb ik de kwestie van de bestemmingswijzigingen die mensen ook in staat stellen van de een op de andere dag tonnen en tonnen aan geld te maken. Mensen, kan je eens hier, bestemmingswijzigingen. Want u heeft de grond gehad voor landbouw of tuinbouwdoeleinden en op een gegeven moment vraag je bestemmingswijziging aan en u verkavelt en u verkoopt het voor 10.000, 12.000, 20.000 euro. Ik vraag ook de aandacht voor het probleem dat vele burgers hebben met verkavelaars die zich niet aan gemaakte afspraken houden. Waar kunnen deze burgers terecht? We juichen het toe dat het de regering ernst is om belastingachterstanden bij belastingplichtigen aan te pakken. Daar gaan we het niet over hebben, maar je begint te begrijpen toch waar het om gaat. Maar ik heb nog wat voor u, kijk nou. Dus dan, Bouterse gaat dan echt toeschietelijk zijn naar deze ondernemers, particulieren, om, hoe heet het, zaken gedaan te krijgen. Maar meneer Hoefdraad, dat is zo'n probleem. Want ja, als je zo toeschietelijk bent... Die naam is een uurprijs. Als je zo toeschietelijk bent en Asani Egi... ook die mankeri en Bouters ziet dat niet, ja, dan hebben we een probleem hoor, mensen. Want ja, die is dan lastig, hè. Snap je? Even kijken hoor waar ik ben, ja. Ai. Oké, dus ik ga u meenemen, dan moet je kijken met wat voor probleem die Bouters hoeft dat op zadel. En dit krijg je wanneer je langs elkaar heen gaat werken, dat... geen eenheid in beleid, want ja, ik moet mijn verkiezingsbelofte waar gaan maken. En ja, koste wat het kost, als dan dat die, ja, ik ben het verplicht aan het electoraat, want ja, de verkiezing komt aan en ik wil herkozen worden. Dan zie je dat de presidenten heel verkeerd beleid gaan toepassen. En ministeries worden ook aangezet, de mensen, om ja, het niet zo nauw te nemen met regelgeving. En dat is een hele kwalijke zaak, want nu zie je het ook weer gebeuren. We zijn in een verkiezingsjaar en je ziet dat er een hoop ellende, ook weer met grond en huizen bouwen en al die dingen, naar voren komen, Isabel. En ja, men is soepel met regels, ja. Dit mag niet, mensen. Regels zijn regels en je moet ze naleven. Anders of ze zo waar regel. Of ze zo juist leuk met regel. Dan moet je beter ook een regel. Weet je dan? Je trouw had niet die een vrijgevochten bende. En ja, het recht van het sterkste. Die bepaalt. Ja. Ik neem u mee. Dan ga maar luisteren naar Hoefdraad. Wat deze ondernemers doen. Als financiën houden strakke hand aan het kunnen aan onze verplichtingen na te kunnen komen. Wij, en het is misschien goed om het hier zo te verduidelijken. Een missieve of een ORA-stuk is nog geen goedkeuring. Pas wanneer financiën tekent, ja, komt de verplichting op. En we hebben het vaker gezegd en ik blijf het herhalen. Ik praat ook met mijn collega's. Laat geen werken uitvoeren, ga geen verplichtingen na, ja, als financiën het niet weet. Dus als ik plotseling een ondernemer... Hoor je wat er hier zo gebeurt? De ene
geef toestemming en al die dingen en toezeggingen, maar asfalteren, ontwater, potwater, ja, en dan besteed je het uit naar ondernemingen. Architectenbureau, lokale ondernemers. Ja, man, goed. Maar mijn man Payeng. En ja, nu krijg je dit te horen van hem. Weet je, van ja, man, Lukusaib Sadja. Weet je, ga goed, rustig luisteren wat hij je zegt. Wij als financiën houden strakke hand aan het kunnen, aan onze verplichtingen na te kunnen komen. En het is misschien goed om het hier zo te verduidelijken. Een missieve of een ORA-stuk is nog geen goedkeuring. Pas wanneer financiën tekent, ja, komt de verplichting op. En we hebben het vaker gezegd en ik blijf het herhalen. Ik praat ook met mijn collega's. Laat geen werken uitvoeren, ga geen verplichtingen na, ja, als financiën het niet weet. Dus als ik plotseling een ondernemer krijg die zegt van, men wil mijn huis verkopen en hier heb ik zoveel geïnvesteerd, hier heb ik zoveel uitbesteed, dan vraag ik, waar is jouw autorisatie? En ze zijn zo vernuft. Ze sturen je een kopie van een missieve, ze sturen je een kopie van een ORA-stuk. Dat geldt niet voor ons. Dus ook aannemers moeten er zeker van zijn dat hun werk wordt op de correcte manier wordt geautoriseerd door het ministerie van Financiën, waarbij de schuldverplichting op dat moment optreedt. Want als we lawine van zaken laten doen zonder dat Financiën er vanaf weet, daar zitten we weer van de een op de andere moment in een groot probleem. Dus een goede afstemming moet plaatsvinden. Zeer zeker werken wij eraan om alle ministeries ervan bewust te maken. Als er urgente zaken zijn, telefonisch afstemmen, zodat wij het weten dat zoiets aankomt. En dan wordt het gefaciliteerd. Maar we kunnen niet voor verrassingen staan dat we plotseling met een aantal, werken zitten. Ja, en vaak nog ontbreken de controlemechanismes om aan te geven dat de werken wel of niet goed zijn uitgevoerd. Nou, I rest my case, mensen. Ja, vaak nog ontbreken de controlemechanismen. Dus deze mannen hebben vrij spel. Wie is vijfdraaiing? Weet je, ja. Dit is een systeem die wij gecreëerd hebben in Suriname. En ja, je zal eraan moeten gaan geloven. Nou, hoe noem ik het? Isabi Basukuba Feni Bachari. Ik wil je nog iets laten beluisteren. Want kijk, altijd weet ik als over PPI. PPP, ja, nou, dat is aan het mooi man, weet je. Maar kijk nou, je moet altijd voorzichtig zijn met parlementariërs. Hè? Want parlementariërs, we weten dat ze corrupt zijn. En dan moet je je afvragen van, zei de mekaman die zie. Tegen je een parlementariër, Betty Horwantori. Dan moet je altijd gaan kijken wat de achterliggende gedachte is. Taki amang edu soansani. Dat moet je altijd gaan doen. Ja? Het kan dat hij een zuiver en rein geweten heeft. En dat hij inderdaad opkomt voor de belangen. Want de heer Misikaba esani. Regeri over grondspeculanten. Alle dat die verkaveraars en grondmisbruik. Dan kan ik het niet rijmen. Taki. Je promoot wel dat je een regering, je moet werken aan de mandaat via een PPE. PPP, ja, private partnership, nou, zoals ik me nog zou weten. Public-private partnership, ja, PPP, want dat speelt er bij PNM. En je ziet toch, alles aan niet, valt op zijn plaats. Het is gewoon legaal, er is niks mis mee, brada. If so rap kan kong voor PNM, dan man tak hier nou. Ik heb zoveel meter grond geasfalteerd. Go luko ondering, ja kokoro. Luko nou, mi leggen waterbuis, mi leggen faya, elektra. Dit is dat rekening, moet je het betalen, ja. En als alles klopt, hoe kan je dan komen zeggen en praten over fraude? Weet je, ja, ik weet het niet.
Maar PPP mensen, zo mij druk aan regeren dat in God doen. Je moet ophouden nu met die nonsens en je moet het gaan doen. We gaan luisteren wie die persoon is. Zet je schrap. Kamerlid André Misikaba heeft tijdens de begrotingsbehandeling van gisteren aandacht gevraagd voor de woningnood in Suriname. Hij werd hierbij ondersteund door diverse leden van de coalitie. Met name Celsius Waterberg, Patrick Kensenhuis en Rosalie Cotino zien graag dat er meer vaart wordt gezet achter het huisvestingsbeleid van de regering. Dit vraagstuk is volgens Misikaba het grootste probleem op dit moment. Hij roept de regering daarom op tussen nu en december het woningenvraagstuk op haar prioriteitenlijst te plaatsen. U zult de regering in een public-private partnership systeem en de voorstellen zijn vaker gedaan. De voorzitter heeft heel concrete ideeën daarover gedeeld, verschillende momenten met de regering. De vraag is hoe gaan we concreet invulling aangeven, zodat we niet 150 of 500 huizen of 1000 woningen bouwen per jaar, maar dat we 5000 woningen kunnen bouwen per jaar en zelfs meer. Dat we ervoor zorgen dat we de markt losmaken. Dat we ervoor zorgen dat particuliere bouwbedrijven kunnen moven. Als ze grond nodig hebben, dat we daarvoor zorgen. Als de incentives die nodig zijn voor die particuliere markt. Er zijn zoveel particulieren die plannen hebben gepresenteerd en aangeven dat ze binnen zoveel tijd zoveel huizen kunnen bouwen, dan zeg ik die politieke regering, ik begrijp niet waarom zij niet hapt hierin en ervoor zorgt dat het probleem nummer 1 van de Surinaamse mens opgelost wordt. Ja, mensen, zie je waar wat zijn oorsprong heeft? Isabi? En ja, Isabi toch van ons aan de ja, je gaat terugkijken. Ja, je Lukubaka, ja, ik ben daar niet voor te porren, mensen, want ja, Isabi, even een sapik, maar bovendien je sapé ook, snap je. Maar, zo sta ik in het leven, maar, dus stapsgewijs, als je goed kijkt naar dat ding van Panem, hoe het zo is geworden, een politieke belofte die waargemaakt moest worden tegen elk prijs, of het nou goed was in de toekomst of slecht, dat maakt niet uit. De Osobim Kong, want ja, we hebben dat beloofd. En ja, mensen, kijk nou, wanneer jij dit doet, en zo'n ondernemer weet het, en ik ga je eerlijk zeggen hoor, if me bij dat ondernemer, bedoel je toe, nou jullie, weet je, je moet gewoon je aan de regels houden. En als we dat niet willen doen, ja, dan houdt het op. Santokhi is ook zo bezig. Hij wil zich niet aan de regels houden. En ja, niemand in het parlement staat op en tegen ook tot dat keer. Destijds hebben we tegen dingen gezegd, hoefdraad, in afspang, doe je ook niet. Maar wij gaan jou strafrechtelijk vervolgen. En je wordt schrotto jou. Dat moet je ook met Santokhi doen. Dat je hem bedreigt, zodat hij weer op het rechte pad komt. Dat hij geen nonsens maakt met mensen. En dat hij ervoor zorgt dat hij zich aan de regels houdt. Maar ja, jullie doen het niet, weet je. Kijk, mensen spelen dingen. Misikaba, die dit soort dingen naar voren brengt, weet je, over die PPE, want daar gaat het om, hè, mensen. PPP, weet je, dan voorstelling als dat niet, weet je. Misikaba heeft tijdens de begrotingsbehandeling van gisteren aandacht gevraagd voor de woningnood in Suriname. Hij werd hierbij ondersteund door diverse leden van de coalitie. Met name Celsius Waterberg, Patrick Kensenhuis en Rosalie Cotino zien graag dat er meer vaart wordt gezet achter het huisvestingsbeleid van de regering. Hoor je? Het gaat om die huisvestingsbeleid van de regering Bouterse. Abang, Sang, Gotek Money bij een fabriek en een fabriek Nobo McToffee, maar ook zo. Dus dit is al in 2017, ja, dat dit ding. Men er pas achter komt dat je hier nou. Oefaya. Dit vraagstuk is volgens Misikaba het grootste probleem op dit moment. Hij roept de regering daarom op tussen nu en december het woningenvraagstuk op haar prioriteitenlijst te plaatsen. Ja, dan ga je dat op de prioriteitenlijst plaatsen. Maar dan hoe dan? Je kan niet toegevelijk en toeschietelijk zijn naar elk ondernemer ten koste van diezelfde mensen die je wil helpen aan een woning. Iedereen kan doen wat aan dat hij.
En ik heb toch mensen, je plan naar Syrië, die zie. Dat je noemt ook broeien. Dat daar bon kon, dat vroeg toe zo. Tide, want die vroeg toe die zie, naar pennen. Maar je kan die man niet kwalijk nemen. Je moet hem niet kwalijk nemen, want hij gaat je houden aan dat contract. Want kijk nou, wij zeggen, dat ding is mondeling gebeurd. Ja. Je hoort toch hoe dat, want loop mij kom, dan mij tegen mij, hopelijk dacht, ja, maar ja. Mijn naam is Sifo, mijn naam niks, maar ja. Impai me. Hoe dan? Ja. Als je dit ding gepromoot hebt destijds, alleen maar omdat je woningbouwprojecten wil versnellen, ja mensen, dan hebben we een probleem, ja. En nu zit je met de gebakken peren. En dan vind ik het een hele kwalijke zaak. Dat je, de man die zie ik in Sampi, naar Oostburg, en met misbruik van Sandisi en je op een dwaalspoor wil zetten. U zult de regering in een public-private partnership systeem en de voorstellen zijn vaker gedaan. De voorzitter heeft heel concrete ideeën daarover gedeeld, verschillende momenten met de regering. De vraag is hoe gaan we concreet invulling aangeven, zodat we niet 150 of 500 huizen of 1000 woningen bouwen per jaar, maar dat we 5000 woningen kunnen bouwen per jaar en zelfs meer. Dat we ervoor zorgen dat, dat we de markt losmaken. Dat we ervoor zorgen dat particuliere bouwbedrijven kunnen moven. Als ze grond nodig hebben, dat we daarvoor zorgen. Als de incentives die nodig zijn voor die particuliere markt. Er zijn zoveel particulieren die plannen hebben gepresenteerd en aangeven dat ze binnen zoveel tijd zoveel huizen kunnen bouwen, dan zeg ik die politieke regering, ik begrijp niet waarom zij niet hapt hierin en ervoor zorgt dat het probleem nummer 1 van de Surinaamse mens opgelost wordt. Ja, en dan gaan ze dat doen, want ja, dan, want wanneer je eigen coalitieleden jou onder druk zetten, en kijk nou mensen, TSS aan die zee, dan moet je altijd denken, hé, hey, wacht, stop. Even time out. Hebben die grote jongens, die kapitalisten, deze man bewerkt om de regering onder druk te zetten? Of is hij zo'n reinhartig persoon? Maar at die kring, dat normaal aan mijn fitiga volk, jongens, zo erg. Een volk heeft pina, hij deed ik weer een film, een potivolk en hij helpt. Ja, maar de methode die je wil toepassen, de Ilokefini is niet gebaseerd op hulp naar een woningzoekende. Nee, is gebaseerd ter bevordering en de vooruitgang van particuliere bouwers die via een PPP-systeem willen gaan werken. En dat jij vandaag de vruchten daarvan gaat plukken, Isabé. Want kijk, als je goed had onderhandeld, dat is normaal. Jij wil gaan bouwen. Dat zei hij, mijn kop op moest ik gaan doen. Hij zei, kijk daar, zo heb je een blok. Weet je, zoek het maar uit. Jij berekent dat prijs door en dat huizenprijs. Berekent het door aan de cliënt. En of de man nog niet, ja, dan heb je pech. Maar ik ga geen dubbeltje investeren. Ik bied jou dat grond al aan. Ja, meer kan ik niet voor je doen en meer wil ik ook niet doen. Maar dat is niet afgesproken. En daarom krijg je dit soort dingen. Van, ik vind het een hele kwalijke zaak, Taki. De man die zie in Mickey misbruik. Ik keer terug naar deze twee heren. Die, waarvan we zeggen, Taki, ja, die Mickey misbruik. Kijk, je moet zo zien. Hè. We beginnen bij de aangevers van dit euvel. Yusabi, want kijk, net als wanneer ik zeg, ik heb mijn twijfels met Misikaba. Waarbij ik zeg van, ja, moet je luisteren, kijk. Zijn oplossingsmodel dat hij heeft, is een beetje moeilijk, mensen. Isabi, oké. Maar tijd heeft al bepaald dat je, ja, dat ding van die PPP's is allemaal leuk en waar. Maar als je het niet goed aanpakt, hebben we een probleem, Isabi. Dus ik ga nu kijken naar die andere twee heren, met name Oostburg en Sampi. Ja? Want ik wil dat weten. Ik heb je gezegd dat die man Oostburg vroeger bekend stond als een grondrover.
Isabi, de man die zei go, de man zei want Tusani. Omdat de bedoeling, dat wordt ook gebouwd. Ik weet niet of mensen nog herinneren. Ik ben een fossie van kill. Uitgebreid, maar een post van op YouTube. Het bedreigt Boutersen. Vandaar dat je ziet dat vandaag Boutersen niet in de gevangenis kan komen. En mensen, want vele mensen maken dat fout. Dat ja, voorus maar lobby Boutersen is niet waar. Deze man heeft veel mensen belasterd, inclusief Oostburg. Nou, een mooi voorbeeld is Boeru. Een man bij de bekare Boeru. Een man knap in een fruit of the loon joku. Is op deze niet joku toch, een wit wang. Dat is zo'n een man gong, draaien, heavy singing. Dat ook keerbouten en dan ja. Deze mensen werden ingezet om allerlei vuilwerk te doen, om de bevolking te terroriseren. Even op een arki. Ja, dat zijn die dingen. Maar in ruil daarvoor, dan ja, dat ben je een grond. Dat ben je een toestani, Isabi. En ja, dan ga je, dan krijg je dit soort figuren op de proppen. En nu zitten ze met dat moeilijkheid. Dat, ja, maar de naam wordt ook nu. Want ja, bouten aan de andere mag. En ja, dan krijg je die rommel van ja, de familie doet dan. Dan gaan ze proberen deze mensen die nu aan het bewind zijn te chanteren. Dat is dit aan die zie. Ik wil niet zeggen valse beschuldigingen, want ja, dit moet de PG nog gaan onderzoeken. Maar voor mij, ik heb er een hard hoofd in. Wanneer je ziet dat het een regeringsbeleid is geweest. En ja, deze man kan altijd naar de rechtbank stappen en zeggen ja. Ik heb een persoonlijke afspraak met hun. En op grond daarvan ben ik mijn activiteiten gaan ontplooien. En ik hou de regering eraan. En ja, dan heb je goed kans dat de rechter met hem meegaat en zegt van ja, ja Litty, sorry, nieuwe regering. Het is regeringsbeleid die je moet voortzetten. Je mag het wel gaan stoppen, maar alle bestaande gevallen, alle afspraken, zij moeten honoreren. En dat is dat ding wat ik probeer uit te leggen aan mensen. Als je maakt een wet idee, dat wet geldt niet voor bestaande gevallen. Het is voor toekomstige gevallen. Snap je? En dat was dat ding, een dom voorbeeld hè, met die amnestiewet. Ja? Als je een wet maakt met betrekking tot amnestie, dan kan je niet met terugwerkende kracht dingen gaan regelen. Dat kan niet, absakba. Voor toekomstige gevallen. Maar dat is even een zijstraatje. Ik keer terug naar deze man, Marcel Oostburg, grondroof. Hè. Hij is betrokken geweest bij een taal van zaken. En ja, ik ga je minimum moeten mezelf gaan luisteren. Hoor. Dan probeer je te overtuigen. En dan ga je een bepaald beeld hebben van deze mensen. Van wat voor figuren ze zijn. Ik neem u mee. Is niet van mij, mensen. Isabi Brandvermelding, Apinti, Geel Eik. Maar Altenbergweg, dat is de Helena Christina, speelt zich een grondkwestie af. Volgens buurtbewoners is een stukje grond dat eigenlijk gereserveerd was voor recreatie, doeleinden voor kinderen en een crash, op een gegeven moment in dispuut geraakt. We laten de mensen, de buurtbewoners zelf uitleggen wat het probleem precies is. Meneer Panker. Ja, nou, zoals je al net zei, dit terrein is vrijgelaten door een volkshuisvesting. Maar blijkbaar geniet meneer Oostburg voor kennis daarvan. En op heel slinkse wijze heeft hij dus geprobeerd via de buurtbewoners aan dat terrein te komen. Wij hebben toen direct ingegrepen, want er stonden al een palen. Hij is met een machine hier gekomen, alles weggehaald. Zijn wij actie gekomen. De politie is erbij geweest. Hij had toen geen vergunning van de bestuursdienst. We hebben toen ook een stichting in het leven geroepen. We hebben het terrein ook aangevraagd. Maar blijkt dat er een aantal dingen verkeerd is gegaan bij het commissariaat. Wat gebeurd is, weet ik niet. Meneer Oostburg beweert dat hij zijn papieren heeft. We hebben het niet gezien. De politie zegt van wel. We hebben gezegd, oké, hij mag het hebben, maar wij komen in actie, want dit gaan wij niet accepteren. Te meer die man een sportman is, en dan loop je overal in de projecten lege kavels te nemen voor jouw kennis. Welke meneer Oostburg heeft dit? Marcel Oostburg, die dammer. Die dammer. En ja, wij kunnen dit niet accepteren, maar hij blijft doorgaan. We hebben ook
sportzaken daarover en verwittig. En ze zijn geweest, maar er komt geen actie. En meneer Oosburg die loert. En zodra er mensen, vooral in de ochtenduren, komt hij hier zijn activiteiten doen. Hij heeft al een aantal duikers geplaatst. En nu komt hij weer met een poklijn. En we hebben gezegd, dit gaan wij niet zo laten. Die poklijn die daar staat is van meneer Oosburg. Ja, hij heeft het gebracht. Maar ik had toen de weg gebarricadeerd met mijn auto. En de politie heeft de politie gebeld. Dus toen heb ik mijn auto aan de zijkant gezet waar eigenlijk die operator moet werken. Ja. En we gaan het niet toestaan. Ja. Echt. Maar hoe gaan jullie dit voorkomen dan? Continu in actie. Dit is al eerste aanzet. Omdat we steeds hebben geprobeerd via kanalen. En het lukte maar niet. Het lukte maar niet. En die man kwam steeds en zijn dingen doen. Dat gaan we, de eerste keer is hij geweest met een poklijn. Behalve daar, maar de weg was helemaal onbegaanbaar geworden. Toen heeft de politie hem stopgezet. Wij hebben het weer in orde gemaakt. En nu regent hij, komt hij weer zijn dingen doen. En hij zegt, niemand kan hem stoppen, want hij heeft vanuit... Hij is de overheid. Ja, hij is de overheid. Okay. Wat hebben jullie DR en RR-leden? Jeugdzaken. Jeugdparlementariër Koen Acton is geweest. Hij is toen ook op onderzoek gegaan. Hij is naar de DC gegaan, DC Samsu. En DC heeft hem ook gezegd dat zij geen goedkeuring heeft gegeven. Ja. Dus het is zonder haar weten, later pas... Is het te weten gekomen? Ja. Maar die poklijn staat nog daar. Ja, maar we gaan hem ook niet laten. We hebben hem gezegd al een eigen risico. We gaan het niet toestaan. De eerste keer hadden ze ook wapens opgetrokken. Ja. De eerste keer hebben ze wapens opgetrokken voor alleen maar kleine jongens voor die veld. En ik ben iemand, bijna 20 jaar blijf ik al hier. Dan kan je gewoon niet komen. Hier speel ik ook voetbal. Ik speel er alles. Nee, wat moet ik doen? Moet ik gaan stelen, moet ik gaan roeven, moet ik wat doen? Ja. Want dat, ja, dan moet ik van me weg. Ja toch? En dan kom je gewoon, je hebt skate met iedereen. Heb je gewoon skate. Wie heeft wapen getrokken? Hij was met een meneer waar hij, dus hij had een perceel toegewezen aan een collega van hem. Want hij zit bij de CIVD, heb ik begrepen. Dus, en die jongens waren bezig op het veld, dus heeft meneer zijn wapen getrokken. Maar hij is toen tot een orde geroepen. Maar weet u wat ik zo erg vind? Smiddag spelen die kinderen hier op straat. En dan rijdt hij gewoon langs. Hij ziet dat niet kan. Hij rijdt langs en dan zegt hij gewoon, jullie mogen niet op straat spelen, maar je pakt hun dingen af. Die kinderen hebben het ontbost. En toen hebben ze, eerste aanzet van zand was van mevrouw Jenny Simons. En later heeft meneer Palat trukken zand gebracht. Wat hij heeft gedaan, toen hij met die poklijn is gekomen de eerste keer, heeft alles gedozerd. Dus eigenlijk, wanneer het regent, kunnen die kinderen niet schoonmaken, want ze onderhouden het zelf. Dus droge tijd worden dan schoongemaakt en dan spelen ze. Heeft het helemaal onbegaanbaar gemaakt. Droge tijd, regentijd, die kinderen kunnen niet spelen op het veld. En deze meneer Oosburg heeft een huis gehad in het tweede project. Hij heeft ook al een huis. En alle lege stukjes daar heeft hij ook allemaal beroofd. Hier gaan we het niet toestaan. Oosburg komt hier niet. Dit is voor de jeugd. En de jeugd verdient prioriteit, zegt men. Mondvol hoor je overal hoe de jeugd prioriteit is. Toen minister Abdo... Ja, mensen. Dit is Marcel Oosburg. Zijn doen en laten, Isabi. En ja, moet je luisteren, kijk. Hoe moet je hiermee omgaan? Isabi, dat kan mij doen en zijn zien. Maar... hij geeft niet op hoor, want hij, Isabi, hij is, omdat hij doet in dat werk ook gebouwd, hè, dan gaan deze mensen eisen stellen toch. Weet je, en hij maakt gebruik van de lange arm van de politie om hem te ondersteunen. Om allerlei gronden van mensen gewoon weg te halen bij die rechtmatige eigenaren. En dat zijn zaken die je ook in acht moet nemen. Dat geef je wel zo aan, man. Wat speelt er hier zo? Wat schuilt er achter? Als Misikaba de regering onder druk zet om PPP's aan te gaan met particuliere huizenbouwers, en vandaag worden we ermee geconfronteerd, en wij gaan zeggen van ja, maar hij is fraude, dan ben je me voorbij destijds dan. Ja, toch? Nog eentje van Marcel Oosburg. Dan gaan we kijken naar meneer Sampi.
wat hij op zijn korfstok heeft en hoe betrouwbaar deze mannen zijn. Ja. Rietse item gemaakt aan de Irma Altenbergweg, de Helena Christina. Het geval van de buurtbewoners versus de heer Marcel Oosburg. We hadden toen ook al aangegeven dat dit een probleem is dat waarschijnlijk niet zo gemakkelijk zou worden opgelost. En dat mag blijken. Want vandaag waren we er weer. We zagen een heleboel pro-wagens, een heleboel agenten, militairen en de buurtbewoners die erg verhit waren. Die hebben hun verhaal verteld. 40 agenten voor iemand. We hebben niet eens een stok. Allemaal zwaar bewapend. Allemaal zwaar bewapend. En ze hebben ze weggestuurd. Want ze hebben volgens mij gehoord dat we hebben gezegd dat we u hebben gebeld. Dat zijn de gwe. Allemaal een gosdo in de wagino, want ze zijn niet te zien. Kijk ze vlak hier, allemaal, die blauwe wagens. Kijk. Want we zijn criminelen. We vechten voor ons recht. En hij zit maar daar. En wij hebben niks te zeggen. Wat gaat er nu gebeuren? Want de werkzaamheden gaan door. Hij mag het doen, want we gaan door, we vechten door. We gaan straks naar de assemblée. We gaan naar de DNA, voorzitter. En dat hij dan, dat je abnab door begint aan te moren. Nee, zo kan het niet. Dus wat je hier ziet is dat Marcel Oosburg, de politie, om assistenten. Dames, komen jullie mensen! En om assistenten heeft gevraagd om toch zijn zaken te kunnen uitvoeren. Ja, dat is die meneer Marcel Oosburg. Dat is zijn geschiedenis, Isabé. Vandaag is hij bezig met Penem. En dan, ja, moet je luisteren. Van man is nou een grondsnoeper. Hij poort grondvoesma aan. Dan moet je toch een beetje voorzichtig mee zijn, Isabé, met je uitlatingen. Voor wat betreft dat soort zaken die naar voren komen, Isabé. Dus dat is met betrekking tot meneer Marcel Oosburg, hè. Dan wil ik toch een beetje gaan kijken naar meneer, hoe heet hij? Sampi, Edgard Sampi. Want ja, Edgard Sampi, die heeft samen met Marcel Oosburg, dan, even kijken hoor waar ik ben hoor mensen. Oké. Die hebben dan deze problemen aangekaart. En ja, dat, ik wil ook een beetje dieper kijken in meneer Edgard Sampi, wat zijn beweegredenen kon zijn om zoiets naar voren te brengen. Want ja, kijk nou mensen, if a man die ziet doe en boom en hij is eerlijk, oprecht, prima. Maar net als, ik heb mijn twijfels bij Missika. Bouters in Aftakje, want ja, die zit met zijn toffiefabriek. Weet je, en ja. Dus, anatrobificeer hier onafhankelijkheidsplein. Zoals of sorry, met de kabouw, want toen also. Weet je, dus dat heeft geen toegevoegde waarde voor mij. Maar, Missikaba had ik nooit gedacht. Snap je? Oké. Ja, Missikaba, nooit gedacht dat hij ook een vinger in de pap heeft, Isabé. Oké, goed, ja. Naast een man, aan mijn tandappé, aan mijn mekke money. Weet je, naast zijn salaris. En ja, even mankjes, man. Om die zoet of ding. Huizenbouwers, ja, waarom niet? Weet je, oké. Wij gaan, hoe heet het? Ik heb je een beetje laten zien, een beluister van Marcel Oosburg. Ook zo'n bedenkelijke figuur, weet je. Okay, hoe hij misbruik maakt van dat soort dingen. Ik begrijp dat niet, hè. Kijk, Amman Konangawansani. Want er is een rechtszaak gaande. Er is aangifte gedaan. Dus het Openbaar Ministerie is dan een onderzoek gestart. En dan gaat hij provoceren. Hij gaat dan ook pleiten, ja, ik mag ook krakken, PG in bakken. Ik ga een petitie aanbieden. Hoe dom kan je zijn, mensen? Maar ik moet ook een vingerwijzing geven aan het OM. Want ja, ik kan jou één ding garanderen, misschien. Boom, officier van justitie. Ching, chat, voema. Maar if Oosburg bij proef was aan, ik wist één ding dat zij zou doen.
Wansan en ik kan garanderen, 100%. Tien officier die zie, lange Oostburg die zou aangehouden worden. Jij haalt het. Ja, if je doet dong, ja, dan moet je maar. Je hebt over wet en recht, dan moet je dat toch weten. Hoe haal je het in je hoofd om naar het OM te stappen, tegen jou ook die petitie? Er is een lopende zaak. Dat valt onder inmenging. Niemand mag inmenging in de opsporing. Ja? Tegen de aangifte gaat de politie opsporen. En ja, een van de dingen waar je niet mag inmengen, is opsporing. En ja, wie zie ik kan formuleren, zeg, ja, we gaan krakken de man. Nee, dat is beïnvloeding en dat mag niet. En dat is strafbaar. En ja, ja koloko, takies, die het OM van Suriname is een beetje coulant geweest tegen jou. En heeft tegen jou gezegd van, ja, moet je luisteren, kijk nou. Ik neem dat ding niet in ontvangst, want ik ben niet het bestuur. Ik ben niet bevoegd tot rechtspreken of onderzoek of dingen, maar ik ben belast daarmee, belast. Leer ik Chinese Oostburg. Alle trassen namen zijn een begrip, een verschil tussen bevoegdheid en het belasten met iets. Belasten, nou een last krijg je om te dragen en daarbij heb je opdracht gehad. Bevoegdheid, ja, is heel andere koek. Nederlands toch mensen weten dat niet. Maar dat is Oostburg, lastig mensen. Je ziet, vervoer grondvoersman naar de zandertie en zet de politie in om dat vuilwerk voor hem te doen. En ja, gewoon machtsmisbruik. Weet je, oké, dat was ten tijde van de NDP normaal. Dat zo moet je met mensen omgaan. Oké, meneer Sampi, ja, met hem, ja, ook een aangever van de fraude. Maar er is iets mis met die Sampi ook, hè. Dus ik ga u meenemen en dan gaan we luisteren. We gaan luisteren. Even kijken hoor, mensen waar ik ben. Eén momentje hoor, mensen. Ik moet gaan zoeken. Dank u wel. Ik wil al de leden bedanken die een interruptie hebben gedaan. En dan wil ik antwoorden op hetgeen lid Sampi naar voren haalt. Oké, dit is mevrouw Sabayo, NDP-parlementariër. En zij gaat ons iets vertellen over meneer Edgard Sampi. We zagen dat meneer, hoe heet die? Vastanding, Oostburg. Hij is nog een grondsnoeper en van Manfini en Anofini, Anokisi, gaat hij machtmisbruik toepassen, Isabé. Oké, mevrouw Sabayo gaat ons iets vertellen over meneer Sampi, de tweede aangever met hard bewijs van Penem, ja? We gaan luisteren. Dat ik hier onzinnigheid uitkrijg en dat ik niet hier moet komen praten met de geloof. Voorzitter. Het lid Sampi is de laatste die hier zijn mond moet openmaken. Weet u waarom? Weet u waarom? Wanneer je nauwelijks hier in het parlement zit en je begint al gronden voor jezelf aan te vragen. En je begint jezelf gronden toe te laten kennen. We zijn het niet vergeten. Dus ik ga op het overige wat je hebt aangehaald, voorzitter, via u. Laat me dat via u stellen. Het overige wat het lid heeft aangehaald. Het is voor mij ook allemaal onzinnig, dus ik ga daarop niet in. Maar we zijn niet vergeten dat je voor jezelf bent begonnen te zoeken naar gronden en je bent je volk vergeten. Dat tweede, dat is één. Oké, ja, moeilijk even. Ja, want hij is geen haar beter dan Edgar Sampi. Is geen haar beter dan Oostburg, weet je. Ja, goed luisteren mensen, wat lid Sabayo ons vertelt. Ik antwoorden op hetgeen lid Sampi naar voren haalt. Dat ik hier onzinnigheid uitkrijg en dat ik niet hier moet komen praten met de geloof. Voorzitter, het lid Sampi is de laatste die hier zijn mond moet openmaken. Weet u waarom? Weet u waarom?
Wanneer je nauwelijks hier in het parlement zit en je begint al gronden voor jezelf aan te vragen. En je begint jezelf gronden toe te laten kennen. We zijn het niet vergeten. Dus ik ga op het overige wat je hebt aangehaald, voorzitter, via u. Laat me dat via u stellen. Het overige wat het lid heeft aangehaald. Het is voor mij ook allemaal onzinnig, dus ik ga daarop niet in. Maar we zijn niet vergeten dat je voor jezelf bent begonnen te zoeken naar gronden en je bent je volk vergeten. Ja, mensen, dat is lid Sampi, Edgar Sampi. Ja, trek maar uw eigen conclusies, verwijt ons niks. Ja, geef ons nergens de schuld van, hè. Wij laten jou zien, weet je. Want ja, ik heb er een hard hoofd in dat ding van Penem. Als je komt zeggen dat, ja, regering Pai 7 of Gomit IT of 9 miljoen. Ja, dat was beleid. En ja, je moet je niet druk maken over dat ding. Die meneer, hoe heet die, Hoefdraad, die zeg je toch? Dat al deze afspraken, de Manabi missieven, ze hebben geen autorisatie. Maar die afspraken zijn gemaakt. En hij heeft de ministeries opgedragen. Jongen, uno doas aan die snow. Minister van OWE, Emmeke. Mondelinge afspraak. Nou, Penem. Dat zei hij dan. No, we komen bari. En al deze twee mensen, die hebben een bedenkelijke karakter. Snap je? En ja, die, het zijn mensen die grond liefhebber zijn. Die maar grond, dan kan ze erin. Snap je? Maar het wordt nog erger, want er is nog een ander abopper die ook een cadeautje heeft gehad. Ja? En laten we luisteren van wie zij, het gaat om zij, een cadeautje heeft gehad. We gaan luisteren. Sabayo weer. Ten tweede, dat is één, voorzitter. Ten tweede, wanneer u hier in het parlement zit en u schaamt zich vanwege uw geloofsovertuiging, dan zeg ik één ding. Dadelijk jongens, ik sting. De kerken wachten ook op u. Het lid Jordan geeft aan dat ik heb aangegeven dat er geen projecten zijn gedaan. Dat heb ik niet gezegd. Daarom zeg ik, u moet goed luisteren. Nederlands spreken en Nederlands praten zijn twee. Nederlands horen en Nederlands luisteren zijn ook twee. Voorzitter. Dat weten we, dat u ook sommige projecten aan het doen bent, maar dat is allemaal goed. Dat is allemaal goed. Maar wat we ook weten, en daarom ga ik verder niet ingaan op wat het lid gezegd heeft, want we mogen niet in een conflict geraken. We weten ook dat wanneer het lid de vraag stelt aan de minister Ross ten aanzien van de 8 miljoen van Pan American, dat het lid ook in een van die huizen woont. We weten dat ook. Lid Sabayo. En daarmee wil ik u bedanken, voorzitter. Lid Sabayo. Ja, mensen. Ga er maar aan staan. Ga er maar aan staan. Dit is 2021. 2021. Moet je mij horen. 2024. 21ste eeuw. Dit zijn die mensen die ons parlement bevolken. Ja, meneer Sampi wordt flink aangepakt. Mevrouw Sabayo gaat dan door met lid Jordan van ABOP. Kijk nou mensen, if we regeri nang Sani Pan American, dan denk ik bij mezelf, kijk, net als Misikaba, regering, je moet dat ding doen met die PPE's. Tido, zie de mijn werk ook, naar een PPE, weet je, en ja, zonder vaste afspraak, gewoon mondeling, hoeft eruit. Zeg, ja, je mij na autorisatie, je noemt doe dit, verdam, ja, jij bent niet de president, je moet uitvoeren, ja, oké. Okay. Vandaag zitten we in de gebakken peren, maar diezezelfde mensen, die een grote mond hebben, die zijn bij, betrokken bij grondtoe-eigening ook, en lukken een vigo actie, op de normale weg, niets aan de hand. Maar als je gaat afdwingen, je gaat druk uitoefenen op mensen om jouw aanvraag kracht te doen, dan vind ik dat je geen recht hebt op te spreken. Meneer Sampi,
En om het te naar een collega te gaan. In af kon plei mooi weer. Weet je, want ja, je was goed grond, die is er even toe. Om mijn grond in ook is hij. En plaats hij was goed gevolg. En de man is, ja, om je moet weten, ja, potie volg, dit is potie volg dat hij. Maar, de nee doen niks. Ze gebruiken jou wel. Maar ja, wat is het resultaat? En in de tussentijd, mevrouw Jordan van Abo stond, ja, maar alsof penem. En dat zou hij mij doen. Ja, maar ja, is de regering dat je mij kiest, 18 miljoen. Weet je toch, mensen? Ga maar luisteren weer. Nederlands horen en Nederlands luisteren zijn ook twee. Voorzitter, dat weten we. Dat u ook sommige projecten aan het doen bent. Maar dat is allemaal goed. Dat is allemaal goed. Maar wat we ook weten, en daarom ga ik verder niet ingaan op wat het lid gezegd heeft, want we mogen niet in een conflict geraken. We weten ook dat wanneer het lid de vraag stelt aan de minister Ross ten aanzien van de 8 miljoen van Pan American, dat het lid ook in een van die huizen woont. We weten dat ook. En daarmee wil ik u bedanken, voorzitter. Lid Sabayo. Ja, heel erg. Maar als lid Jordan kan aantonen, van, moet je luisteren. Hé, hier en in afspraak, mevrouw Sabayo. Kijk hier, dit is mijn hypotheek. Ik heb een lening genomen bij de bank. En ik los elke maand zoveel af. Ja, als je dat kan doen, ja, heb je haar mond doodgemaakt. Maar, hoe zou ik dat zo de mensen? Weet je, kijk, lid Sampi heeft op Sabaku-project ook percelen toegewezen gekregen. Ja? Oberkanapé, Sabaku. Forswijk, Sabaku. Alle de presidici, de meid ik grong. Kijk nou, er is iets gebeurd met dat ding van Penem. Je ziet, Takiluko, deze regering wil niet. Isabi, we doen niks op mondeling basis. En ja, dan ga ik een... Ik ga een overeenkomst met ze aan, dan mij me kwam massieve. Ik zou hoefde dat de actie, weet je, en dan gaan ze het autoriseren. Maar nu krijg je dat probleem. En ik weet niet of het zo is. Tot drie toe, drie maal toe, zegt de ABAP, dat nou, we werken er niet aan mee. We tekenen, want we willen eerst dat contract zien. Is het misschien zo? Zou het misschien zo kunnen zijn dat de ABAP zegt van, nou, Sampie kies grong. Jordan is grong, maar dan gaan we morgen toch. En vind je dat morgen grong? Dan gaan Osso erbij, hè? Want Jordan heeft een huis plus grond gaat eromheen. Isabi. Dus en vind je dat man? Dat we teken geven. Ja, we teken. Hij kan goed tekenen, maar niet. Maar zolang je nog goed doet, hoe niet teken. Tot drie keer toe is dat gebeurd. En ja, wij hebben, we weten het niet of het zo is. Maar ik zeg je, kijk, je kan en mag deze mensen niet vertrouwen. Weet je, toen in 2010 deze regering begon, samen met de ABOP erin, was iedereen geschrokken. De regering Venetiana had die mevrouw Amavo eruit geschodemieten vanwege malversaties met financiën. En wat zie je terugkomen in de regering? Bouterse Amarali, mevrouw Amavo kreeg een pas. Ja, mensen, ik weet het niet, als ze zo bij ingesteld. Nou, 2015 gaat Bouterse al deze mensen eruit sodemieteren. Er komt een nieuwe minister van Justitie op de plaats van Belfort. En ja, die stuit op allerlei malversaties. En ja. Ik heb het in eerder programma's al verteld, mensen, dat die mevrouw ja, die de woorden gebruikt, maar ongeboefte, dan had ze aan dat die Isabi. Er is toen een hoop commotie ontstaan in het parlement. Ja, ik vertel het u alleen maar, weet je, ik ga er verder niet op in. Maar als je kijkt nu, dat ja, een vos verliest zijn haren, maar niet zijn streken.
dan zeg ik dat hier en dan kijk, wat is dan niet zo stop naar een aanbouw? Want kijk, als je kijkt wat er gebeurt in Suriname nu. En ik had gezegd dat ik twee dingen zou doen, hè, mensen, met name Gerard van den Berg. Dat komt nog, Isabe. Als je kijkt wat er in Suriname gebeurt nu. Het is duidelijk dat ja, als je goed kijkt dat ondernemers, kapitaalkrachtige mensen, gewoon hem betalen. En dan ja, hun zin krijgen. Er is een andere Hindustanse ondernemer van Inikeri. En dan ik van Oostburg, eeuwig heeft voeding erom. En man go gewoon, man pijp Brunswijk, dan man tegie. En dat moet je luisteren, ja, minister toch. Ik ga tekenen van bereidsverklaring mee. En wat wil hij? Niks anders dan bestaande gronden die al opengestoten zijn. En de regering toebehoren, de staat Suriname, hè, aan een regering, want de regering is maar tijdelijk, de staat is voor eeuwig. Dus dat is staatseigendom. En ja, aan mijn brok op zich gewoon. En ja, Abob, die maakt zich niet druk. Hier, Ipai, Forswijk, teken. Alle regels met betrekking tot de toekenning van een stuk perceel land worden gewoon overtreden. En niemand zegt in het parlement van, kijk nou, Forswijk is hij zo dang aan hoeft dat, hè? Iwan Godoro, wij gaan ervoor zorgen dat je strafrechtelijk wordt vervolgd. Wanneer Santokki, krassief de president, en aan een wantree op, want zijn presidentschap is hem heilig, dan moeten Santokki, zowel Santokki als Forswijk strafrechtelijk vervolgd worden voor dit beleid dat ze voeren. Wij Surinamers maken een grote fout. Hè? Weet u wat voor fout het is? Dit zijn soevereiniteitsrechten. Taki Aksiwan Grong is een stukje soevereiniteit van Suriname die wordt opgegeven. Soevereiniteitsrechten. En dan hoor je dat toch. De grondwet zegt het. Je kan het niet zomaar vervreemden. Daar zijn regels voor. Daarom je ziet Asani Taki, ja, je krijgt dat ding in grondhuur. Unes is er een die. Maar nu was een collectie conversie. Weet je, dan moet je de grondwet dan gaan veranderen. Ja, maar ja, conversie is het eigendom geven waarbij de staat de juridische eigendom, goed opletten mensen, want ja, economische eigendom, nou, juridische. Ik heb het over juridische eigendom kwijtraakt. En ik weet niet of het samengaat met wat in de grondwet staat. Van ja, de staat verkoopt geen soevereiniteitsrechten. Dat is aan het hele volk. En zo iemand als Forswijk, waarom ik zeg dat je haar strafrechtelijk moet vervolgen. Weet je, kijk, formeel rechtelijk, en om het te zien zo, kromantie, voersman op begrijping, snap je? Maar formeel rechtelijk is er een wet die zegt, kijk, jij minister van GBB mag gronden in huur, grondhuur, afgeven. Let op zo'n takkie, grondhuur, je lening. Het heeft wel allerlei vormen van, hoe heet het, eigendom. Want je krijgt het voor 75 jaar. Een mensen lieve, Isabi. Maar het heeft dat hier, en dan kan je het weer herhalen, makkelijk zat. Omdat je geïnvesteerd hebt. En ja, jouw kinderen zijn de eerste, weet je, die prioriteit genieten om dat ding weer in huur te krijgen. Maar wat zie je gebeuren? Kijk, die formeelrechtelijke regels die er zijn om jou aan te kunnen merken als pachter of huurder of va. Dat wordt naast elkaar, wordt gewoon overboord gegooid. En je ziet iets raars gebeuren in Suriname. Wanneer een rechter moet beslissen over dit soort dingen, ah nee, doe, ah nee, lukoe. Oké, de minister heeft een bereidsverklaring. Ja, nou ja, goed, dan moet ik daarvan uitgaan. Nee, je moet kijken als rechter of de procedure is gevolgd die de wetgever heeft bepaald. Een van die procedures is van, moet je luisteren, kijk nou. Bij Surinamer
mag je vragen. Ben je geen Surinamer, dan moet je het via een slinkse weg doen, via een stichting. Ja, of een Nederlander of een buitenlander mag een stichting openen. En ja, dan is het niet van jou, is het van die stichting. Want de stichting is naar Surinaams recht en in Suriname geopend. Dus het is de stichting. Maar jij als beheerder van die stichting, je geniet alle volle rechten ervan. Dus eigenlijk is iets vreselijk dom, Isabi. Ja, maar je mag vragen, ja. En als je het gevraagd hebt, dan heb ik iemand strook. Dat je kijk nou, je moet binnen 6 maanden deze gegevens aan me overhandigen. Dan ga ik het omzetten. Ik ben bereid om jou deze grond te geven. Na die 6 maanden, als je deze formulier hebt ingevuld en aan deze voorwaarden hebt voldaan, dan ga ik een beschikking voor je opmaken, een ministeriële beschikking, en krijg je dat ding. En omdat, en nu komt dat ding, hè, die mevrouw Forswijk weigert pertinent, want in omdreken dat Forswijk dom. Forswijk nou dom. En ook op putie in haar krantie, de ware tijd of de West of noem maar op. Hè. Forswijk heeft op Sabaku-project zoveel gronden toegeëigend. Is dat niet toch mensen? In Oudewijk. Junogo schreef hij dat, ja. Buinswijk heeft contact met Lopradi over. Verdekaring. Penem. Ja, 3 keer heb ik geweigerd en dit soort dingen. Ja, maar waarom heb je geweigerd? Je bent een morogrong? Of ja, heeft mevrouw Jordan jou belazerd en stiekem niks gezegd? Maar we gaan samen naar Penem. En te Penem, Kees moest go. Dat John Poggi denkt, lek muziek hebben. Snap je? Zou kunnen. Want hij, zij heeft een huis gehad. Kijk, als mevrouw Jordan in de publiciteit komt en zegt, hé, hey, hier en op brada, hoe moeilijk mee? Dit is mijn bon, dit is mijn kwitantie, die is namelijk niet zijn pai. Dan is alles uit de wereld geholpen. Dan hebben we nog Sampi en Oostburg. Sampi is een verloren geest, moet je eerlijk zeggen. Omdat, ja, Isabi toch mensen, kijk, als Surinamer heb je recht op 1 grond. Maar hij, zijn naam wordt vaker genoemd in projecten. Isabi, dus ja, daar is het niet meer takie woningnood. Maar dit is woningovervloed door mensen, Isabi. Ja, ja, Wang, Koso van Oudhoef, Libi toch. Maar de man is aan moord, meerdere lukken, maar Malik Oostburg ook toe. Je kan deze mensen niet serieus nemen, toch? Ze maken een hoop, ze veroorzaken een hoop ellende en ze maken misbruik. Omdat ze een bepaalde positie hebben bekleed tijdens de NDP-regering. Nou ja, nou, aan ik ga heren, want ja, hier ik het aki, de man ook, ze is goed toe ging voegen je pen, omdat we doen toe dat we ook gebouwd hadden. Dus dat gaat hem niet worden. Maar zo zeg ik, dat, kijk nou, de soep wordt niet zo heet gegeten als die wordt opgediend door Isabi. Dus hou daar rekening mee. En alles aan die, zei man die zei, takkie, je moet ze bribi. Je moet goed ernaar kijken. Dan gaat de zandat hij. En ja, kijk. Ik ben, en ik hoop het ook hoor, Isabi, takkie. Verdekaring, er een verandering komt in de denkwijze van Surinamers, jongen, takkeren. Kijk, je hebt een hoop programma's, ja, allerlei mensen, die winkel, vooral deze niet winkel, bij een microfoon, bij alles soort zijn niet, en vooral die trieste gevallen uit Nederland, ik heb daar zo'n pessekel aan. De man van Sanang is laffy. De laffy kiri gewoon. Weet je waarom de laffy? Want ze weten, je bent een loser. Je is door je met een lobbarie. Want zeiden ze, je komt zo toe aan Sanang. Dat is echt laag. Als je hier woonachtig bent en je bent niet eens in staat om jezelf te bedruipen. Je met je barie, zoals je voor je want zo toe voor Sanang. Ja, dan is het waar. En dan zijn die Surinamers gerechtig om jou te bespiegelen? Ja. We kennen een hoop van ze hoor, Isabi. Overal gaan ze zich aanbieden om
allerlei opinies en meningen te verkondigen. Nou, dus dan, het is heel zielig en heel triest dat. Weet je, in een mango schoon trassan jongen doe. Weet je, mijn aftakken van mezelf af denk. En dat zonder mij denk ik ook tegen iemand oeverloze discussies. Politiek gewauwelen en dat soort dingen. Ja, ik hou het voor twee, na twee uurtjes. Hou ik het voor gezien, hoor, dan kan Suriname gestolen worden. Want kijk, ik hoef er niet eens te zijn. Miano de Surinamer lover. Mensen als Oostburg zijn Surinamer lover. Want ja, moet je luisteren. En van mijn pora grone, anu, dan mango serie. Maar ik kwam niet mensen. En u sabi, amor mooi man. Ik heb niet alles laten beluisteren, maar dat moet je maar zelf een keertje gaan nadoen. Dat allemaal vrouw naar een boy. En ik zou je zien, alles aan van man, dan als van vrouw. Maar tegen dat, ja, maar ik ben gescheiden van vrouw aan mijn ex-vrouw. Dus daarom mijn background van hoe ik het aan. En dan vlak daarnaast, je ziet dat, ja, maar boyfriend zelf actie van grond. Oké, kan. Weet je, wie zijn wij? Snap je? En bakat heeft dat hij hier een vrouw heeft. Dat ik ja, maar dat pijn aan bakat zee, op grond toe. En dan gaat er altijd woningnood zijn. Mensen als Oostburg, hoe heet die, Jordan en Sampi. Dat zijn er maar een paar hoor, want Jogi zit er ook in. Jogi heeft ook gronden gehad in dingen, Sabaku. Weet je, daarom ga je zien, Takerik, als een regering komt grondnood, woningnood of van mijn karazan. Je moet ze wegjagen, mensen. Ook al is het Santoki, Yagengwe. Want het is niet zo. Het is niet zo. Als je ziet dat je een politici, ik kies die grond. Snap je, dan weet je dat die mensen jou gewoon voorliegen. Je moet daar niet in trappen. Ze creëren zoiets, dat sentiment van, ja, het is mijn didastrate, jongen. In Suriname zijn er bijna 50.000 gezinnen die onder kokosbomen, manjabong, is riep alaniti met kinderen, is toch erg. Weet je, dat beeld wordt er, is die waar? Het zijn politici die dan gronden willen toe-eigenen om ze dan later te verkopen en dan zo een zakcentje te krijgen. Ja. Het is heel triest hoor, mensen, zeg ik je eerlijk. En ik heb je gezegd, kijk, het hangt ook van de rechtbank af. Het is een rechter, een magistraat, die zich magistratelijk gaat gedragen. Weet je? Die gaat kijken, wat zijn de formeel rechterlijke regels? Heeft de minister zich daaraan gehouden? En als de minister zegt, rechter, minimaal publiceren ze aan. Daarvoor zei hij dan, ja, omdat ik heb mezelf een beetje verrijkt door eigen gronden die bestemd waren voor zogenaamde mensen die in hoge woningnood zijn. Minogines mantekeng. Dus in elkaar actie mee toch dat ik, ja, ik moet aan die wettelijke voorwaarden voldoen als minister. Ja, ben je daartoe verplicht? Want de wetgever heeft je verplicht dat je hem doet. Maar jongen, in een man, mats mee. Tak min op het mening. Ja, maar dan jog je ook kon toe. Ja, maar hé, hier nog, mezelf kies grong. Sampi, ik kies Obert kanapé, ik kies ook toe. En zo kan je dat lijstje afwerken. Snap je? En inom denk je dat ik hem af NDP en ik zie. Want ja, dan ben je vreselijk dom hoor, sorry. Want ja, dat, die poppenkast die je daar zo ziet, is toneel. Weet je, Jan Parijs tegen is Wayang. Hindustan tegen is Ludrok. Weet je, ja. Creole mout tegen, dat ja, mami, ga daar, dan is na, wintipri. A la condre. Weet je, je hebt de VHP, de NPS en allemaal, play a play. Snap je? De man of de wrak, aan een kissie, daarmee, blakka jou. Mevrouw Sabayo, blakka Sampi. Blakka Jordan, dat hé, hey, jongen, Jordan. Je komt me gewoon opheffen over Penem. Dat de man paaien maar IT, miljoen aan de standaard. En ik blijf je zeggen, mensen, kijk, als je stuk voor stuk goed beluister, weet je, en je eigen conclusies trekken, je eigen mening vertellen. Ja, als dat het beleid is dat zij moest doen, ja, bifayeren. You o abifayeng. Snap je? Dus, mensen, no me kisma chai edegwe, no me kisma chai ga lauma woyo, go bai tingi furu ekseren. Isabi, nou doen deze mannen zijn niet oprecht bezig.
Weet jij, Erik, weet dat de fitte die op, dat ze gaan dit doen, ze gaan dat doen, die kon tegen overfraude. Die fraude ligt bij hun. Zij zijn de grootste fraudeur. We moeten goed naar ze gaan kijken en ze aanspreken op hun gedrag. Dat jongen, look nou. En dit zeg ik toch, kijk, ik ben begonnen door jullie te zeggen van ja, maar in Lucas en Finfiniptjes, want ja, deze mensen. Isabel, naar de kassa heeft surfen. Ik heb er mijn twijfels over. Blomer, ja, dat is sowieso duidelijk. Isabel, ik begrijp ze niet. Dat is een jongen, Godans Poco, Play Winti Play, of ja, Play Ludrok, of Natek, of Zang. Maar dan komt dat over zijn waar je totaal geen verstand van hebt. En ga de, jouw medeburger, mede-Surinamer, nog op het hoofd ophalen. Want altijd ga je mensen hebben die een nader toe uiteenzetting gaat geven over dit feit. En ja, dan ga je ontmaskerd worden dat ja. Maar beter niet aan het en maar beter niet aan niks. Want ja, je bent geen slachtoffer en je helpt niemand dan jezelf. Je maakt gewoon misbruik van je oppositie. Een kang, minosabi. Maar een kang takkie werk omdat hij nog kies moro dan wangrom. Ik kies zo wang. Dat je kiesigba is een hele kwalijke zaak, want je hoort niet te krijgen. Ja. Het is van de Surinaamse gemeenschap. En je moet jezelf als parlementslid of politicus, je moet je onderaan de lijst gaan schrijven. En je moet mensen die inderdaad in woningnood zitten, voorrang geven. Dat zou je tot een rechtschapen burger maken. Maar in Suriname zeg ik je mensen, naar de kassa niveau dingen. Ik had gezegd, ik wilde twee items doen, weet je. Dit van Penem en dat van Gerard van den Berg. Bigisma Belero altijd van Sanja. Don't judge the book by its cover. En we hebben dat gedaan. Naar ik Oostburg, naar Sani, Sampi. Ja, we zijn inhoudelijk op geweest. En Oliba Kaf, Gitrasma. En de Kaf heeft twee mensen erop. Dat is Sampia aan één kant en Oostburg. En allemaal die op de Kaf staan, net als Kerpalani en Seudin. Het zijn geen slachtoffers, mensen. Het zijn daders. Mensen als Sampi, ja, staan erbij op en mofo. In het parlement, Taktakano Deso. Weet je, ja. Anomang. Jordan kan ook weinig toegang geven, Isabel. Even kiezen, maar heel pisgrong mensen, inclusief een woning erop. Weet je hoeveel waarde je gehad hebt? En niemand zegt dat het corruptie is. Nee, no man. Snap je? Dat is Suriname, mensen. Mensen, het is nog steeds zondag 24 maart 2024. Ik hou het voor gezien hoor, Isabé. Ik vind het heel jammer dat mensen de schijn op nahouden om allerlei nonsens te komen vertellen aan mensen. Om ze op stand te jagen. Snap je? Dit is alleen maar tijdverlies. Ja, we konden onze tijd veel beter besteden dan aan dit soort rommel. Alleen, wat ik ook erg vindt, is dat je zulke laaggeletterde mensen in staat zijn om grote delen van de Surinaamse bevolking in bedwang te houden van nee, alles stop, we gaan hierover praten, want de harde bewijzen, fraude, alles soort zijn. En ja, ik wens Suriname veel geluk toe, mensen. Isabi. En ja, dat gezegd hebben, ik hou het voor gezien hoor, want ja, het is al 19:30. En met Gods wil zie ik jullie volgende week zondag weer terug. En dan gaan we weer roddelen over Suriname. Mijn naam is Sing en ik houd voor gezien een prettige voortzetting van jullie zondag. Dreamed of a journey to the rainforest.
deep in the Amazon. A true adventure, fascinating beauty. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.